Jullie weer kijken naar een nieuwe video van de Sprookjesjuf. En als deze kleine dame erbij is, dan weten we eigenlijk wel wat we gaan doen, toch? Gekke bekken trekken. En wat gaan we vandaag doen? Snoepjes eten! En wie ben jij ook alweer, voor de mensen die jou nog niet kennen? Indy. Dit is dus Indy en dat is mijn nichtje. En wij hebben van de week, of vorige week, wanneer was het? Vorige week. Zit je nou alleen maar rare bekken te trekken. Hebben wij bij de Aziatische winkel een heleboel snoepjes gekocht. Laat maar eens even zien. Deze bijvoorbeeld. Nou, we hebben het gewoon gekocht op welke verpakkingen we leuk vonden. Dus we hebben eigenlijk geen idee wat erin zit. En dat gaan we nu proeven. Ja! Ik ben heel blij dat zij erbij is, want stiekem. Even openmaken. Ja! Ik heb er zin in. Oh ja. En er staat hier op dat het gummies van strawberry zijn. Dus dat betekent aardbeien. Wat is het Nederlandse woord? Ik probeer wijngums. Wijngums, dat is het Nederlandse woord. Duurt het allemaal te lang? Ja! Hadden jullie trouwens al gezien dat er stip op deze verpakking zitten? Dus dit moeten wel de leukste snoepjes zijn. Ja. Nou, haal er eens even één uit. Kijk hoe leuk! Mini schattig! Oh, hier komt van je. Kijk hoe leuk! Mini schattig! Het zijn dus hele schattige aardbeiensnoepjes. Ze zien eruit als een aardbei en ze zijn heel squeezy. Stippen, dus het zou heel lekker smaken. Ja, want ze hebben stippen. Nou, 1, 2, 3. Dat is lekker. Ja. Heel lekker. Nou, het smaakt tenminste gewoon bekend. Gewoon naar van die beertjes, maar dan in aardbeien. Ja. Heb jij wel eens al van die zakjes met die beertjes? Oh ja, die. Daar lijkt het wel een beetje op, toch? Ja. Nou, wat is dan de volgende? Dit ziet er ook heel interessant uit. Nou, die heb jij uitgezocht, hè? Ja. Hall Flakes staat erop. Ik heb geen idee wat Hall Flakes betekent. Mijn Engels laat mij hier in de steek. Nee. Stippen. Oh, maar de verpakking heeft wel stippen, dus dat belooft veel goeds. Hoofdflakes. Oh, en ik zie hier ook zo een soort plaatje, dat je het voor de tv kunt opeten of zo. Denk ik, ik snap die plaatjes nooit zo goed. Oh, het kan ook tijdens een picknick. Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig. En ook heel fijn, het plastic is recyclebaar. Dus dat kan dadelijk bij het plastic afval. En er is iets met zonnebloem. Nou, in. Kijk, stipjes. Kijk, hier zitten stippen. Ja, ik ben heel nieuwsgierig naar dit. Ik ook. Het is bruin. Is het bruin? Ja. Oh. Het zijn stickertjes. Smaakt naar fruit. Smaakt naar fruit? Heel anders dan ik gedacht had. Wat je dan gedacht? Nou, ik had gedacht dat het een beetje hartig zou smaken. Omdat het er een beetje hartig uitziet. Door dat kleurtje ook vooral. Dacht ik, nou, dit is vast niet zo zoet. Maar ik vind het best wel weer... Heel zoet. Kijk, als je het uit elkaar ziet, heb je er twee. Oh, dat kan ook nog. Maar er zitten echt twee op deze. Nou, gelukkig vogeltje. Oh. Oh, ik heb er zelfs drie.
En het smaakt naar aardbei. Zoals bijna alles in Japan naar aardbei smaakt. Volgens mij zijn de mensen gek op aardbeien. Ik spoel het even weg met een slokje thee. Heel gezond. Zie je wel? Ja. Als je dit uit elkaar haalt... Dan heb je gewoon een heel dun plakje. Dan heb je gewoon... Dit. Ja. Wel grappig dit. En dat kun je dan lekker snacken. Oh, het is van haagappel, suiker en kleurstof. Wat is haagappel? Ik denk gewoon appel. Ik pak even mijn telefoon erbij. Dan ga ik eventjes googlen wat haagappel is. Ik heb geen idee. Ik heb er nooit van gehoord. Ik ook niet. Ik vind het toch naar aardbei smaken. En niet naar iets van appel. Ja, vind jij er een appelsmaak aan zitten? Nee. Oh, haagappel is een synoniem. Ik heb geen idee. Ik heb er zelf 3. Tantra. Zo, dat zijn er echt heel veel. Laat ze maar eens even zien. In de camera. Ik heb deze. Zat in 1 koekje. En deze zat in 1 koekje. En deze zat in 1 koekje. Wat is dit nou voor sloep? Ik heb geen idee. Haagappel. Nou, eens even kijken of we kunnen vinden wat dat betekent, hoor. Haagappel is Joop. Haagappel is Joop. Nou. Ik heb nog steeds geen idee wat haagappel is. Maar, zit jij te kijken en weet jij toevallig wel wat haagappel is? Laat het dan eventjes hieronder in een comment weten, want wij leren graag. En dan hebben we nog meer snoepjes om te proeven bij ons. Toevallig. Of waren dit zo? Ja, je hoeft niet het hele rolletje op te eten. Die kun je gewoon later vandaag nog eten. Maar we hadden toch nog een... Wow, dat is een groot pak. Ja, het ziet er echt zo leuk uit. Huh. Ja. En op de achterkant staat dan de kaart van Japan. Wel leuk. Ja, mochi. Denk ik dat je het uitspreekt. Ik weet het niet zeker. Nou, we hebben een hele zak vol. En er staat op dat het mixed mochi is. En dan moet ik er lekker stiekem al eens een keer 1 op hebben. En dat vond ik heel lekker. Dus ik ben benieuwd hoe ik dat nu ook vind. Zo. Oh, hoe zit dit dan weer? Oh, het is echt een zak in een zak. Ik zou er wel van verpakken, die lui. Wat een verspilling van plastic, joh. Hier, dan zit daar nog een keer... Dus we hebben al deze verpakkingzak helemaal. Verpakkingzak? Wat zeg ik nou? Deze zak hebben we al helemaal. Verpakking. En dan zit het in nog een zak. En dan zit het daarin ook nog in allemaal aparte zakjes. Ha, dat is zo leuk. Dat is toch niet echt nodig? Nee. Even kijken. Hier zit iets van een... Volgens mij zijn het dus echt een soort van fruitdingen. Dit al ziet het er meer uit als een soort aardbeer of zo. Dit ziet er wel uit als een soort kersje. Er zijn een heleboel verschillende smaken, dus dat is wel echt heel leuk. Pinda, denk ik. Zou dat lekker zijn? Mm. Ik weet het niet. Wat gooien we nou weer op de grond? En van deze heb ik echt geen idee wat erin zit. Oh. Nou, welke wil jij proberen in? Ik weet het niet. Het zijn een heleboel verschillende soorten. De vorige keer had ik er één waar iets van aardbei of zo in leek te zitten. Nou, welke gaan we proberen? Zit er iets van aardbei in? Ik denk dat deze kers is of zo. Wat is dit dan? Dit is denk ik met... Weet ik niet. Nee, er staat geen plaatje op. Dus als je Japans kunt lezen, weet je het misschien. Maar anders heb ik geen idee. Nou,
Zijn er meer dingetjes? Nee, dit zijn allemaal dezelfde. Dit is misschien nog een ander. Ik weet niet zeker. Nou, deze is misschien nog net anders, maar daar staat ook geen plaatje op. Dus weet ik ook niet wat er in kan zitten. En de rest ziet er allemaal een beetje hetzelfde uit. Dit is alweer. Wat is dat? Nee, weet ik ook niet. Er zit ook nog dit in, maar ik denk dat dit eigenlijk niks is. Dat dit gewoon is om het goed te houden. Zo'n zakje met... zo van dat absorberende... Ja, het staat ook op. Niet opeten. Niet opeten. Dat is net zoals in je schoenendoos. Daar zit soms ook van dat zout in. Dat houdt het goed of zo. Dat doen ze dan bij leer. Ik weet het ook niet precies. Waarom? Nou, ja, dan blijft het goed. Of zo. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Nou, zullen we er gewoon maar eentje open gaan maken? Kersen. Nou, maak hem maar open. En ik ben wel heel nieuwsgierig naar diegene waar een pinda-tekening op stond. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat het met pinda erin is. Wow. Het is dus een soort jelly-achtig snoepje. Het voelt heel zacht. Ik vind het niet lekker. Waar hap je van? Nee, hier zit dus gewoon pindakaas in. Ik heb geen pindakaas. Wil je pindakaas proeven? Mhm. Ik heb mossel op zo. Ik ga even wat naar beneden. Wat had jij? Kom even zitten op je binnen. Ik had framboos. Een framboos of zo. Die vind je niet lekker. Ja. Mm. Oh, ik vind die van jou wel lekker. En hoe vind je die met pindakaas? Lekker. Oké. Okay. Die van mij vind ik zo lekker. Ah, maar die vind ik wel lekker. Nou, het is een beetje... raar jelly-achtig spul. Waar dan... iets aan de binnenkant in zit, dus pindakaas of Ik kan niet helemaal thuis brengen wat dit is. Nou, dit waren ze weer voor vandaag, geloof ik, hè? Ja. Welke vond jij het lekkerste? Welke soepje? De aardbeien? Ja. Zullen we daar dan nog eentje van nemen? Ja. Ik weet het, veel klassiek is, hè? Nou, dan was dit weer voor vandaag. We hebben weer de snoepjes geproefd die we gekocht hebben. En tot de volgende video. Denk ik. Denk ik. Als je komt. Ga je ook nog even wat doen? Doei! Doei!